Agnes Bakker uit Groningen. Goedemorgen, mevrouw Bakker. Goedemorgen. U was gisteren namens de SP op campagne in Groningen. En wat merkt u daar van de stembereidheid? Ja, nou, wij waren juist ook heel bewust met onze grote rode dubbeldekbus naar vier vergeten wijken, zoals wij dat noemen. Naar Paddepoel, Zijlwerd, Vinkhuizen en de Oosterparkwijk. We hebben de afgelopen jaren acties gevoerd met inwoners van deze wijken. En samen met die inwoners gingen we ook de wijken in om hun medeburen op te roepen om te gaan stemmen. Want wij zien de afgelopen jaren steeds dat in de noordelijke wijken van Groningen ongeveer 20% van de mensen naar de stembus gaat. En in de zuidelijke wijken, waar wat meer rijkere mensen wonen, gaat wel 80% naar de stembus. Nou, dat geeft natuurlijk een ongelijke verhouding, waardoor de wat rijkere mensen over de wat armere mensen hun buurt bepalen. En ja, waarom ik vanochtend eigenlijk direct belde naar aanleiding van jullie stelling, was omdat wij helemaal niet zoveel over de oorlog aan de deuren horen. Okay. En dat komt denk ik ook omdat de mensen die wij spreken in deze wijken, de zorgen waar nu ook meer mensen in de middenklasse mee te maken krijgen, zoals ze het niet meer kunnen betalen van hun energierekening, dat speelt bij hun al jaren. Ja. Ze hebben zoveel zorgen al aan hun hoofd en natuurlijk volgen ze de oorlog wel, maar de zorgen van wat er achter hun eigen voordeur speelt, van schimmelproblematiek, niet kunnen betalen van de energierekening, of je wel of niet nieuwe schoenen kunt kopen voor je kinderen, die zijn al zo groot dat de overhand neemt. En het vertrouwen in de overheid is gewoon heel laag. Ja, dus wij hebben daarom actie gevoerd om hun op te roepen en ook de inwoners waar we actie mee hebben gevoerd de afgelopen dagen, om ook te zorgen dat hun buren naar de stembus gaan. Want ze schrikken ook van het lage getal. Mm. Als ze dat horen, als je dat uitlegt, van goh, dan gaat hier bijna niemand naar de stembus. En het is zo belangrijk, want het gaat over jullie buurt. Dat was op zich wel, dat was ons uitgangspunt gisteren. Je probeert eigenlijk een vuist te laten maken tegen, in die zin ook, de rijkere delen van Groningen. Van zorg dat je zelf ook gaat, om op die manier ook invloed te kunnen uitoefenen. Want de problemen die in hun wijk spelen, spelen vaak niet in de zuidelijke wijken. Nee. Dus mensen hebben daar ook vaak geen weet van. Dat is niet onbegrip of onwil. Mm. Maar ja, als je daar niet komt in die wijken, zie je ook niet wat er speelt. Ja. En daarom is het juist zo belangrijk dat zij een vuist maken. En wat wij nu hebben gedaan, eigenlijk als een extra stimulans voor de inwoners waar we dan acties mee hebben gevoerd in de wijken, die juist echt die beweging op gang willen zetten om met hun medeburen in actie te komen en ook bijvoorbeeld renovatie af te dwingen, hebben wij een beetje ludieke actie gisteren gelanceerd. Dat degene die de meeste opkomst genereert in hun wijk, en dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn dat mensen dan op ons moeten stemmen, maar dat ze überhaupt gaan stemmen, die kunnen een buurtfeest winnen. Ah, dus toch om een beetje te stimuleren om die opkomst omhoog te krijgen. Want ja, elke stem doet er toe. Ja. Na afloop zullen jullie pas weten inderdaad of het gelukt is en waar dat feest dan wordt gehouden. Dankjewel, precies. Agnes Bakker vanuit Groningen. Joost, zie je dat in Maastricht